Laat in de reacties achter als je denkt te weten welke het is. Zoals jullie kunnen zien zit ik weer op mijn kamer en ik ben eigenlijk een beetje schoolwerk aan het doen. Ik dacht ja, weet je wat, ik laat jullie even meekijken hoe en wat ik nou precies op school moet doen. Even kijken, vandaag had ik toevallig wel een presentatie over Engels. Die presentatie moest gaan over iets wat je graag doet. Nou, ik heb dus een presentatie over mezelf gemaakt, of ja, over mezelf. Meer over het DJ-producer gerichte. Dat is het wat betreft school en ik laat jullie zo nog wat muziek horen. En ik begin bij deze. Ik ga jullie het project niet laten zien, maar ik ga jullie een klein stukje, een klein fragmentje laten luisteren. En dan ben ik eens benieuwd wie van jullie het deuntje herkent. Dat is een vrij bekend deuntje, vind ik zelf. Het is ook wel eens ergens eerder in mijn YouTube-kanaal naar voren gekomen. Laat in de reacties achter als je denkt te weten welke het is. Ik geloof dat ik dit projectje ook nog niet aan jullie heb laten zien. Ook weer een nieuwe melodielijn namelijk. Ook nog weer een opzetje eigenlijk. En we gaan natuurlijk verder mee gaan natuurlijk. Dit is ook een projectje. Ik weet even niet zeker of ik deze al heb laten horen. Maar volgens mij weten heb ik deze nog niet aan jullie laten luisteren. Dit is ook nog een lopend project. Zoals jullie konden zien had ik nog niet heel veel effecten erop. Ik had misschien hier en daar een glue compressor of een sidechain. Voor de mensen die toevallig al Ableton gebruiken, als je struggles hebt met al die sporen in je projecten, om die allemaal uit elkaar en in elkaar te schuiven, als je gewoon op de Alt-toets klikt en dan een, ja, bijvoorbeeld je synthesizer openklapt, dan klap je ze allemaal tegelijk open of natuurlijk allemaal dicht. Dus handige tip, ik wist het eerst nog niet, ik had het ook laatst gehoord. Dus dat was erg handig. Zijn we hier ook aan het doen, dat kan ik ook al laten zien. You only see what your eyes want to see.